Ja, hoe gek kan het worden in het leven? Ja, de scheetjes. Beste vrienden. Ja, de scheetjes. Ja, goed. Nou, voor de mensen die dat niet weten, ik ga dat eventjes kort uitleggen. Dat waren twee mensen die deden mee aan Ik Vertrek. En die gingen vanuit Nederland gingen ze naar Bonaire. En dan gingen ze een midget golfbaan beginnen. En die mensen die zeiden tegen elkaar dus de hele dag. Hé, hey, scheet. Scheetje. Hé, hey, scheet. Het is niveau ook, weet je wel. Scheet, scheetje. En daarom werden die mensen de scheetjes genoemd. Nou goed, en daarna dachten wij natuurlijk met z'n allen na die uitzending, oké, klaar, daar zijn we vanaf. Nee hoor, dacht SBS. Weet je wat we doen? Daar gaan we een reality-serie van maken, van de scheetjes. Nou, dat werd me een flop zeg. Ja, want we waren wel klaar met dat gedoe van de scheetjes. Nou, in ieder geval werd dat dus een flop en het was dus klaar. En iedereen dacht, hè, nou zijn we eindelijk van de scheetjes af. Nee hoor, maar dat ook helemaal niet. Want wat blijkt nou? Nou is dus iedereen, van shownieuws tot RTL Boulevard tot de kranten, weet ik veel, die houden die scheetjes maar levend. En wij worden constant maar lastig gevallen met berichten over de scheetjes. Het is toch verschrikkelijk, vrienden. En hoe komen wij daar nou van af? Want het houdt maar niet op. Een lawine aan informatie over de scheetjes. Want de scheetjes, die zijn dus uit elkaar. Ja, want dan staat er in de krant dat Karin van de Scheetjes, want we weten ook niet bijvoorbeeld hoe die mensen van hun achternaam heten. Zo erg is het al. En dan wordt er altijd maar bijgezet de Scheetjes. Karin van de Scheetjes. Ja, die is weggegaan bij Hans van de Scheetjes. Dus die liggen nu in een scheiding. Het feit dat ik dit al weet, vrienden, is al ernstig genoeg dat ik dit weet. En ik weet nog meer, en dat maakt het nog veel erger. Ja, want die Karin van de Scheetjes, die is nu een verhouding begonnen met de broer van de Scheetjes. Van Hans van de Scheetjes. Ja, dus die Johan is dus ook weer een scheetje, want het is dan familie. Dus nu is dan Karin met Johan van de Scheetjes. Het is toch om gek van te worden, vrienden. Het is zo pijnlijk allemaal, vrienden, dat ik dit allemaal weet. Dit hele gedoe over het scheetje gebeuren. Nou ja, goed. Er is eigenlijk maar één ding wat door mijn hoofd spookt. En dat is niet eens meer een vraag. Het is eigenlijk een heel dringend verzoek. Kunnen jullie ophouden met de scheetjes?